Nadat de lever is goedgekeurd en je in slaap bent gebracht, kan de operatie beginnen. Afhankelijk van de complexiteit duurt de operatie ongeveer 6 tot 12 uur. De operatie bestaat uit twee fasen. Eerst wordt je eigen lever verwijderd. Dit is het moeilijkste deel van de operatie, waarbij veel bloedverlies kan optreden. Hierna wordt gestart met de implantatie van de donorlever. De lever wordt met 4 of 5 verbindingen aangesloten, waaronder de bloedvaten en de galweg. De galwegverbinding kan in de meeste gevallen tussen de galweg van de nieuwe lever en de eigen galweg aangelegd worden. Als dit niet mogelijk is, wordt de galweg van de nieuwe lever direct op de darm aangesloten. Nadat alle verbindingen zijn gemaakt, controleren we de doorbloeding met een echo. Meestal worden 1 of 2 drains achtergelaten in de buik. De huid wordt gesloten met metalen nietjes of met onderhuidse oplosbare hechtingen. De nietjes worden na ongeveer 14 dagen verwijderd. 3 van de 4 patiënten krijgen een complicatie. Meestal zijn dit kleine complicaties, bijvoorbeeld een wondinfectie of blaasontsteking, die makkelijk te behandelen zijn. Grotere complicaties komen minder vaak voor. Er is 3 à 4% kans dat de lever na implantatie niet goed werkt. Een nieuwe transplantatie is dan noodzakelijk. Er is 4 à 5% kans op trombose van de leverslagader. Soms is een nieuwe transplantatie nodig, maar meestal kan deze trombose worden verholpen met een operatie. Er is ook 10% kans op een nabloeding. Deze wordt verholpen met een operatie. Daarnaast is er 15 tot 20% kans op galwegcomplicaties, bijvoorbeeld een vernauwing of lekkage. Dit kan worden verholpen met een drainage of stent. Na een levertransplantatie is er een zeer kleine kans op afstoting. Dit is meestal goed behandelbaar. Een infectie, zoals een wondinfectie, is de meest voorkomende complicatie na transplantatie.